Welkom bij de serie De Tip van een Ondernemer om meer klanten te krijgen. Vandaag ben ik in Waspik bij bloemboerderij De Langedam en praat ik met Marianne de Bond. Marianne, wat is bloemboerderij De Langedam precies? Wij verzorgen voor mensen een leuk dagje uit, een ontspannen dagje uit. In de zomer kunnen mensen hun zelf hun boeket komen plukken in onze pluktuin. En we verzorgen excursies en in de winter ook workshops. Mensen kunnen hier hun eigen brood komen bakken in het oude bakhuis. En ze kunnen eventueel ook overnachten in de bed en breakfast. Waar onderscheiden jullie jezelf in? Nou, bijvoorbeeld de pluktuin. Die is vrij uniek hier in Midden-Brabant. We zijn de enige waar de mensen hun eigen veldboeket kunnen plukken. Droogbloemen zijn we zelfs een van de drie bedrijven in Nederland die nog droogbloemen verkopen. En de combinatie van het bakken en de bloemen is natuurlijk voor een groepje die een dagje uit willen beleven heel bijzonder. Welke tip heb jij aan ondernemers om meer klanten te krijgen? Blijf altijd jezelf en probeer zo uniek mogelijk te blijven met de producten die je levert. Oké, nou Marianne, bedankt voor jouw tip. Kijk ook naar mijn andere video's van tips van ondernemers hoe zij meer klanten krijgen. Oh ja, ik heb hier een bakje, een bloemstukje gemaakt door jou. En voorop hebben we de hortensia's. Dat zijn deze. En mijn vraag is eigenlijk van hoe kun je die goed drogen? Hoe maak je dit? Die hortensia's die moet je zo lang mogelijk op de plant laten staan tot het bijna vriest. Dan ga je ze binnenhalen, je zet ze in een klein laagje water en laat ze heel langzaam opdrogen. Welkom, bloembinderij, boerderij, bloembinderij, boerderij, bloembinderij, bloemboerderij. Hoe spreid je er niet uit? Oh, dat krijg je wel te zien. Een bloembakje is het toch niet? Nee, het was een bloemstuk.